De Zwijndrechtse gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met het voorstel van het college om 300 asielzoekers op te gaan vangen in het Ara Hotel aan de westkant van het dorp. Dat zijn er fors meer dan de 230 die de gemeente volgens de spreidingswet verplicht is op te vangen. Met die extra plekken wil de gemeente alvast voorsorteren op een mogelijke groei van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Het voorstel stuitte aanvankelijk nog op weerstand van verschillende lokale partijen die zich zorgen maakten om de veiligheid in de omgeving van het opvangcentrum. Als iemand de APV of het wetboek van strafrecht over een overtreding begaat, dan gaat hij gewoon naar de afkoellocatie. Daarna mag hij terugkomen. Doet hij het nog een keer, dan is hij in Zwijndrecht niet meer welkom. Want je houdt je tijdens de procedure al niet eens aan onze normen en waarden. Datzelfde geldt voor mooi weer. Als het mooi weer is, dusdanig dat het kruisbad gebruikt wordt, moet er voldoende toezicht en beveiliging aanwezig zijn op de veerplaat. Om maar maximaal te voorkomen dat er mensen die daar badderen in hun badkleding met kleine kinderen mogelijk overlast zouden kunnen ervaren. En wij gaan overal uit van het goede, maar dat moet wel eerst bewezen worden. De lokale fractie van de VVD zag haar kans schoon om ook een toezegging over statushouders uit het vuur te slepen. Wij zijn vanaf het begin, hebben wij geroepen, 200 asielzoekers en mogelijk 230. Dat hebben we toch losgelaten als VVD. En dat zit er met name in de toezegging dat er een inspanning zal volgen vanuit het college om minder statushouders hier te krijgen in de uitruil met andere gemeenten. We denken dat het goed is dat we de huisvesting juist kunnen vergroten voor onze eigen inwoners. Om de asielzoekers in het Ara Hotel bezig te houden, zullen ze onder andere mee gaan helpen bij het onderhoud van het nabijgelegen natuur- en recreatiegebied De Veerplaat. Het COA hoopt in april de eerste asielzoekers op de locatie te kunnen gaan huisvesten.